Als je dat ziet, ja, de buitenwereld denkt gewoon dat er een steen in zit. En uh, uh, ja, het is gewoon een stukje van jezelf. Het is een, een, uh, een, eigen, uh, ja, een eigen cadeautje voor jezelf, omdat je zelf mag voeden of hebt gevoed. Acht maanden geleden beviel Nikita van haar tweede dochtertje. Zij werd de inspiratiebron voor de speciale sieradenlijn. Ons baby is geboren met het syndroom van Down en uh, daarbij had ze ook ademhalingsproblemen en heeft zij een maand lang in het ziekenhuis gelegen. Uh, daarbij uh, kon zij dus niet live bij mij drinken. Ik had haar graag uh, ja, gelijk uh, aan willen leggen, maar dat lukte dus niet. En ze was thuis en uh, ze leek het allemaal heel goed te doen en ineens begon ze toch uh, bij mij uh, te drinken. Op dat moment komt Nikita met het idee. En vier maanden later heeft ze het eerste exemplaar om haar nek. Hangen. Ze krijgt vooral positieve reacties. Ik krijg ook wel wat reacties: van, bal, wat vies, uh, moet dat nou? En ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Als je zelf niet uh, direct bekend bent met het voeden zelf, dan is het ook wel een beetje apart. Als je mij dit 2,5 jaar geleden vraagt, had ik ook gedacht: van nou, nah, u gaat in mijn moedermelk in de sieraad stoppen.